Het COVID-coördinatieteam van het Korps Politie Suriname heeft meer dan 40.000 aanvragen voor dispensatie lopen. Henry Seedorf, voorzitter COVID-coördinatieteam, zegt dat een grote groep personen niet in aanmerking is gekomen voor dispensatie, omdat zij niet voldeden aan de criteria om als essentieel te worden aangemerkt. In het kader van de aangepaste controle zijn er zones gecreëerd. Mensen maakten gebruik, volgens hem misbruik van de gegeven toestemming, om zich buiten het noodzakelijke gebied te bevinden. Dus gekozen om te werken met het model waarbij we zones in place brengen, waarbij de mensen die zich buiten de zone waarvan die geldt voor de persoon of personen, dat die worden aangemerkt als een lockdown overtreder. En het is zo dus dat niet alle categorieën gebonden kunnen worden aan een bepaalde zone. De groep journalisten bijvoorbeeld, die komen in een speciale zone die grensoverschrijdend is. Dus het moment dat er digitaal gecontroleerd wordt, zal de controlerende politieman of politievrouw zien dat het betreft iemand die behoort tot zone X. En begrijpen dus dat dat gedeelte niet geldt voor betrokkenen. Dus concreet, wanneer de journalist ergens gecontroleerd wordt, om maar als voorbeeld die groep te noemen, dan zal de controle voor het betreffende zone dan niet gelden, omdat het zichtbaar is dat het gaat om een groep dispensatiehouders die zich vrijelijk mogen bewegen. Zengo Schillevoort van het Directoraat Nationale Veiligheid wijst erop dat bij wet is bepaald welke sectoren tot essentieel worden gerekend. Essentiële werkers die dispensatie nodig hebben, moeten dat laten aanvragen door een leidinggevende van het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Omdat we ervan willen verwittigen dat wanneer de aanvragen ingediend worden, de namen die worden ingediend, daadwerkelijk daar werkzaam zijn. We vragen ook dat als er bedrijven zijn die verplinningsplicht hebben, ze dat ook overleggen. We kijken ook naar een stukje economisch belang voor het land. Betaal je belastingen, dat is ook een van de criteria. Je moet geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden. We kijken ook naar dat we uitgaan van de COVID-maatregelen aangekondigd door de president. Bijvoorbeeld minimale bezetting. Dat is ook criteria dat we meenemen in onze besluitvorming. Dus bedrijven die geen belasting betalen, die komt wel een aanmerking, maar als je op de site gaat, gaat je zien dat het onder spoorbehoud wordt geleend. Zengo Schillevoort, vertegenwoordiger van het Directoraat Nationale Veiligheid. Hij sprak vandaag in de conferentiezaal van de politie aan de Duisburglaan op een persconferentie over de ontwikkelingen met betrekking tot de digitale registratie en dispensatie.